zijn op de historische Grand Prix 2024. En dit keer vanaf een nieuwe locatie. Vlakbij de oude locatie is een nieuw pitbox gebouw gebouwd voor de Formule 1. Daar is de nieuwe Burnies Lounge. Daar ontvangen we 900 privilegegasten dit weekend. Die hebben de hele dag prachtig uitzicht op de Tarzanbocht, terwijl ze open bar en catering hebben. Maar wat misschien nog leuker is, is dat terras waar dat gebouw op staat, daaronder bevindt zich de BMW Gallery. En daar hebben we een paar hele bijzondere auto's staan dit jaar. En hier staan we dan, in de nieuwe pitboxen die het circuit gebouwd heeft voor de Formule 1. En in een gedeelte daarvan is de BMW Gallery. We hebben hier hele bijzondere auto's dit jaar, allemaal rond het thema Le Mans. Le Mans is vorige week gereden, de nieuwe Art Car is gepresenteerd van Julie Meretu, gebaseerd op de LMDH Hypercar die vorige week toch nog finishte op Le Mans. Die staat daar verderop. Maar we hebben niet alleen de laatste, we hebben ook de eerste. En dat is de Alexander Calder auto. Prachtige auto, de eerste Art Car die er was, de 3 liter CSL. We hebben de Warhol uitgelicht, de M1 Pro Car van Andy Warhol. Is natuurlijk ook een heel bijzonder stuk. Nou, die is gebaseerd op een M1 Pro Car. We hebben hier een hele bijzondere versie, de enige straatlegale M1 Pro Car die we in Nederland kennen. En dan is er natuurlijk nog de prachtige M3 GT2 van Jeff Koons. Die staat aan de andere kant. Ook een heel bijzondere auto, prachtig. Dus voor ons is het thema Art Cars en Le Mans centraal. We hebben hier twee prachtige Art Cars fysiek staan, maar in de loop der jaren, sinds eigenlijk de begin jaren 70, heeft BMW aan 20 verschillende kunstenaars gevraagd om een auto te designen of daadwerkelijk te beschilderen. Die lichten we hier allemaal uit. Ja, dit is echt prachtig om onze privilegesleden op deze fantastische plek dit allemaal aan te kunnen bieden.